In deze video wil ik het hebben over de vraag of je zelfvoorzienend kunt leven van een voedselbos. Op de een of andere manier komt die vraag regelmatig voorbij. En is dat ook een beetje het idee wat mensen hebben bij een voedselbos? En ik denk dat dat inderdaad trouwens wel kan. Dus als je dat zou willen, dan kun je een voedselbos aanleggen. Waar je dan helemaal zelfvoorzienend van kunt gaan leven. Tenminste, in elk geval voor je voedsel. Dat denk ik sowieso. Voor kleding en allerlei andere dingen zou ook allemaal kunnen, denk ik. Zeker op de lange termijn, want het duurt natuurlijk even voordat alles goed op productie is. Mijn idee is dus dat het allemaal kan, dat je zelfvoorzienend kan leven. Maar dat meer de vraag is of je het wil. Want ik vind het ontzettend gaaf om af en toe een volledige maaltijd helemaal van eigen oogst te hebben. Of zelf te oogsten rechtstreeks en dan te koken, zeker buiten koken, in een pan boven het vuur. Nou, super gaaf. Maar om nou 100% zelfvoorzienend te zijn bij een heleboel producten, denk ik, ja, daar kost dat heel veel moeite. En bij sommige dingen is dat leuk dat het veel moeite kost. Maar bij andere dingen denk ik dat kost zoveel moeite. En het ligt zo makkelijk in de winkel te koop dat ik daar dan de voorkeur aan geef. Daarnaast zijn natuurlijk producten die erg ingewikkeld zijn om zelf voorzienend in te zijn. Wij zijn hele veelvuldige koffiedrinkers en dat is denk ik misschien nog wat belangrijkste. Daarnaast ben ik super fan van kaas. En natuurlijk kunnen we gaan kijken of we op den duur misschien veganistische kaas kunnen gaan maken van eigen noten. Maar voorlopig hou ik het gewoon nog bij kaas uit de winkel. Probeer wel zoveel mogelijk natuurlijk bij de boeren in de omgeving en bij de natuurvoedingswinkel. Maar voor de rest, ja, ik heb het idee van helemaal 100% zelfvoorzienend. Klinkt heel leuk. Er zijn misschien ook mensen die het echt leuk vinden. Maar ik vind dit relaxter. Dat ik gewoon kijk steeds meer van eigen voedselbos oogsten en steeds minder afhankelijk van de winkels. Maar zeker niet het streven om dat 100% zelfvoorzienend te worden. Maar goed, het kan wel, maar de vraag is of je het ook moet willen. Of je dat ook zou willen. Oké, dat was het onderwerp van deze week. Volgende week weer een ander onderwerp. Wordt vervolgd.